In een hartverscheurend verlies is Marga Scheide, 69, de zangeres, voor de tweede keer weduwe geworden. Op 22 juni overleed haar geliefde partner Michiel Gunning na een moedige strijd tegen darm- en longkanker. Het stel was maar liefst 18 jaar samen. Michiel ontving in mei het tragische nieuws dat artsen niets meer voor hem konden doen, nadat hij 6 jaar geleden werd gediagnosticeerd met darmkanker en zijn longen 4 jaar geleden aangetast bleken te zijn. Helaas verslechterde Michiels gezondheid snel en in mei bleek dat zijn rechterlong niet meer functioneerde en zijn linkerlong nog maar 30% werkte. Ondanks hun hoop op meer tijd, met name omdat Michiel de geboorte van zijn derde kleinkind in december wilde meemaken, was het niet zo mogen zijn. In de overlijdensadvertentie deelde Marga haar intense verdriet: wat ik het meest lief heb, ben ik kwijt. Michiel laat ook 2 dochters, René en Robin, achter. René deelde op Instagram haar emoties: ik wil niet gaan, maar ook weer wel, zei je tegen me. Je vond het leven fantastisch en wilde ons echt niet achterlaten. Wat heb je gevochten? Ik ben opgelucht dat je rust hebt nu. In de allerlaatste minuut van je leven riep je: wat een gave dochters heb ik toch. En ik antwoordde: en wij een hele gave vader. Het verlies was voor Michiel ook bijzonder moeilijk vanwege het besef dat Marga voor de tweede keer haar man moest verliezen. Hij kende immers de pijn die ze had doorgemaakt na het overlijden van Jacques Zwart in het voorjaar van 2003, tijdens hun vakantie in Spanje, aan een hartstilstand. Jacques zei tegen me: Mar, ik moet even gaan zitten. Op het moment dat Jacques ineen zeeg, besefte Marga niet wat er gebeurde. Ik dacht wel: dit gaat niet goed. Ik heb mond-op-mond beademing toegepast en iemand gevraagd 112 te bellen. Ze hebben nog van alles gedaan. 3 kwartier hebben ze hem tevergeefs gereanimeerd. Ik wilde niet geloven dat het voorbij was. Marga Scheide en Michiel Gunning hebben samen veel lief en leed gedeeld, en zijn geliefde echtgenoot zal altijd in hun gedachten voortleven.